Hoi allemaal, welkom bij deze Let's Play met de Facecam. Hallo! Zal denken, je ziet er niet uit, dat weet ik. Maar ja, ik heb natuurlijk het geluk dat als ik beter ben, als ik ziek ben, dat ik dan weer ziek word. Dus hey, laten we weer Star Stable spelen zoals altijd. Mijn bureau is een troep. Dus eigenlijk moet ik het gaan opruimen een keer. Ik heb zeg maar mijn accu van mijn laptop. Dat is heel irritant. Zit om mijn muis heen. Dus dat is het eerste dat ik wel weg ga leggen. Want ik wil wel fatsoenlijk Tarsio kunnen spelen. En ik... oh god. Zien dat ik echt goed ben in het spel. Zodat ik echt overal inrij. Zo. Prachtig, ik kan weer bij mijn muis. Oké. Het is Halloween. En weet allemaal wat het betekent. Ja, eigenlijk, ik heb dit een beetje gelezen. En ja. Maar hoe de fuck kom je dan bij die, Galloper Thompson's plaat? Hoe kom je daar? Dat is de vraag. Iedereen. Ik neem op. Hoe kom je naar. Thompson gebeuren. Mag ik erop? Ja, meen je. Daar dan? Jezus, de mensen. Ja, thanks. Ga naar Guldenbladstrand, Scarlett. Nee, ik ga niet meer doen. Clubactiviteit, ik ben aan het opnemen. Guldenbladstrand dus. Oké, okay. Als je denkt van, wat is alles hier wit? Oké. Okay. Ja, ik volg de mensen wel, toch? Oké, okay. Guldenbladstrand. Daar zijn we. Ik rij wel een rondje. Guldenbladstrand, Guldenbladstrand. Welke kant? Spannend. Waar de... Oké. Ik snap niet wat dit voor quest is. Oh. Ik zie het. Het valt best wel op. Nee, ik wil niet in de groep. Oh, dit is gewoon op een Thompson paard. Die wil ik wel kopen. Maar. Als je hem allemaal voor een Star Coins geven. Dan kan het. Oeh, spooky spooky. Daar houden we van. Oh. Je woont Galloper Thompson. Dat is fucking ziek. Nice. Het doet me echt denken aan zo'n Mario level met dit. Zo weird. Oh jezus. Nou, wat kan je hier eigenlijk doen? Daar kan je terug. Ik ga hier een eilandje kijken. Wat kan je precies? Oh, je kan het paard halen. Oh. Ik weet hem. Ja, ik weet iemand die er heel blij mee zal zijn, maar. Ja. Voor de rest, moet er een quest zijn of zo? Of. Moest er een race zijn en zo, maar.
Ik weet het niet echt wat hier moet gebeuren. Oh. Scene chart. Ja, ik vind Galoppen stom voor zo'n paard leuk omdat zijn ogen helemaal licht geven. Oké, wat gebeurt er nu? Oké. Ik wil me heel ziek. Ik verlang me die. Ja, ik ga even geluid aan doen daar trouwens. Oh, ik heb geen geluid, dat heb ik uitgezet op mijn computer. Oké, je moet dus seal dingen zoeken. Dit zijn maskers. Oh, dit zijn gewoon Halloween shit gebeuren. Even kijken hoor. Oh, dit zijn alles, ook maar echt alles. Oké. Okay. Dat was op zich niet nodig. Wat is dit? Dit is poeder. Poeder heb ik nog. Dit is zeker ook meer hetzelfde. Maar er waren races, zeiden ze. Maar waar? Oh. Ja. Heb het gevonden. En het beeld is echt muf. Ik zie niks. Waar zijn we? Misschien was het leuk als je iets kon zien, want ik kan echt niks zien. Nee, ik wil niet in je groep. Ik ben bezig met questen. Misschien als ik mijn helderheid wat hoger zet. Oh, die staat al hoog. Dus naar dit. Oké, eindelijk kan ik het zien. Het water. Nice. Mistval. We gaan nog gebieden inrijden. Wat leuk. Ik vind het cool. Spring. Ik maak steeds een foto op het verkeerde moment. Nice. Cool, het is best. Ah, ik vind het leuk. Jezus. Dat is niet creepy of zo. Totaal niet. Oh, dat is eng. Dat is echt een eng beest. Ik heb trouwens. Oh, natuurlijk. We kunnen weer niks zien. We gaan natuurlijk weer niks zien, hè? Ja, nou, precies. Het is toch leuk als je helemaal niks kan zien? Want ik heb wel geweldig. What the fuck is going on? Ja, hoe moet ik daar ooit overheen komen dan? Hoe wil je dat ik daar langs kom? Het is leuk en al, maar ik wil er wel langs. Dank je. Zeg alsjeblieft dat mensen er ook moeite mee hadden dat ik niet gewoon stom ben. Want ja, ik zie het niet. Alles beweegt. Starship moet wel iets doen aan de beeldkwaliteit hier. Oh. Ik zie echt niks. Het is wel leuk en al, maar ik zie niks. En waarom doet deze race zo lang? Jezus. Holy shit. Wow. Ik krijg toch wel mokertje veel XP of niet? Tuurlijk niet. Heb ik dan die dingen, ja. Ja, laten we inderdaad een rondje rijden. Hier is nog iets. De zielscherpende vogelschrik. Wat is dit dan? Ja, weet je wat? Mis die pompoenrace. Oh, hier. Oh, deze vind ik leuk. Maar dan, ja, oké. Okay. Je hebt altijd pompoenrace in het kasteel. Ja. Ja, ze hebben inderdaad een beetje enger gemaakt. Dus ik heb het niet allemaal zo... Jezus.
Het is een beetje... Ik ga wegtrekken. Shield shard. Oh, geen appelmars. Oké. Zielestien. Je kon ze ook gaan zoeken. Alleen ik heb denk ik geen zin om in Let's Play alles te gaan zoeken. Want ja... We zijn lui, hè? We gaan even kijken als we inruilen wat we krijgen. Verdomme. Oh, het is allemaal aangepast ook. Ik weet wel cool dat het aangepast is, maar... Oh nee, het blijft donker. Normaal wordt het altijd hier licht. Rip in pieces. Ah, waarom gaat het zo lang door? Jezus. Ja, kom, oh, dat is best wel cool. Dat je mogen geteleporteerd worden al. Maar ik weet het niet. Ik vind dat paard leuk. Scherven. Daar kan je paard kopen. Dat is best wel lit. Wat is dat dan? Oude geest. Spannend. Wow! What the fuck? Hoort dat? Volgens mij hoort dat niet echt. Oké. Ik heb stukjes en die moet je inleveren. Wat leuk! Spannend. Ja, ik ben hier echt niet enthousiast over. Word ik nu een geest? Leuk. Wat heb ik gekregen? Ik zweer, ik heb wat gekregen en ik weet niet wat. Oh, handschoenen. Dat is echt. Oké. Verder heb ik echt geen zin meer in het leven. Ja, dit is eigenlijk het hele Halloween update. En ik vind het wel cool. Er is veel aan gedaan. Veel gedesigned en geanimeerd en zo. Maar ik vond die oude updates toch veel leuker. Maar ja. Dat is ieder zijn ding, toch? Ik hoop dat jullie deze Let's Play leuk vonden. En ik zie jullie dan bij een zondagvideo. En ja. Ik hoop dat jullie vaker dit soort video's willen. En dat het ook leuker is. Ja. Voor de toekomst. Ik ga niet gewoon een Thompson paard kopen. Want ik vind dat zonde van mijn star coins. Nou, ik vind hem wel leuk. Als ik echt te veel had, heb ik hem gekocht. Ik ken mensen die hem echt super graag willen. En ja. Ik zie jullie bij de volgende Let's Play. En houdoe.